Welkom bij Zeer Warme Babbels, waarin wij louter positief praten over iets wat ons bezighoudt op een leuke manier. Ja. En nu dan in de zomer, dus heet het, is het echt zeer warm. Want het is, het is ook zeer warm, dus ja, ik zweet komt goed uit. Kapot. Ja, en ik dacht dus dat we hier zouden gaan zitten voor een top 5 game soundtracks. Nee, dat kan niet. Ik ook. Toch? Ja. Zo had jij hem een beetje geslinkt naar ons. Nou, niet naar mij. Nee, ja, maar jij hebt gewoon inderdaad... Geslinkt. Jij bent ermee aan de haal gegaan of het is gewoon niet zo... Nee, hij heeft mij iets heel anders geslinkt. Oh. Dus ja. Nee, ik dacht dus dat we hier moesten ik gaan battelen. Ik laat mijn collectie klompen straks zien. Dus. Dus Jelle en ik doen dadelijk 5 soundtracks en jij doet een soort top 2000 aan game muziek. Ik heb echte nummers, want een soundtrack dat dekt de lading niet wat mij betreft. Misschien kunnen jullie mij overtuigen van wel. Maar voor mij zijn hele specifieke nummers en gebonden aan hele specifieke momenten en gevoelens die bij mij loskwamen op dat moment. En dat hoe zijn hele warme je dat nog? Juist omdat je dat nummer hoort, dan beleef je dat opnieuw. Oh, als je het nog een keer hoort. Ja, ja. Dat heb ik wel. Ik heb inderdaad ook een paar van dat soort dingen. Ik denk sowieso eentje zit erbij. Dan denk je, oh ja. Maar heb je dan eerst het moment opgezocht en toen dacht je, nee. Ah, die soundtrack? Of je kan echt nog herinneren, toen was de muziek verder. Ja, gewoon als een game iets met mij doet. Dan, maar het is wel een beetje split 50-50. Want het is ook gewoon een gedeelte is gewoon... Vind ik coole tunes. Ja. Ja. En de andere is gewoon... Ja, dat deed echt. Zijn jullie mensen die thuis bijvoorbeeld een game soundtrack opzetten? Nee, natuurlijk niet. Soms. Nee, natuurlijk niet. Soms. Soms, ja. Nee, maar ik speel Final Fantasy games. En die soundtracks van Final Fantasy zijn echt insane. Ik had letterlijk... al mijn nummers had ik Final Fantasy kunnen kiezen. En dan was het... Maar hou je van klassieke muziek? Nee, maar... En waarom wel van dat dan? Omdat het dus gekoppeld is aan een actie die ik heb ondernomen... En ik zou vreemd. Ja, dat is een weirde, want ik heb jou ook wel eens laten luisteren. Een paar van die muziek van... Ik zou dat nooit van mijn levensdagen luisteren. Nee, en nu omdat dat er een bepaalde herinnering aan vastkleeft, vind ik het fantastisch. Ja, nee, ik moet zeggen dat veel van mijn dingen die hierin terugkomen, dat zijn ook niet original scores, maar gewoon games met een vette soundtrack. Ja, want dat is voor mij vaker veel vetter. Namelijk muziek gemaakt door muzikanten die dat al heel lang doen en wat dan ook. En op een gegeven moment heeft een goede musical director gezegd van oké, dit moet in onze game komen. In plaats van dat je een soort van vierde rangs componist, want die doen niet shit voor videogames, tenzij je Bungie bent of wat dan ook. Maar ik bedoel, er zijn een paar studio's die zijn heel goed in geluid en dus die huren grade A componisten in. Hmm. Maar omdat ze duur zijn, betekent niet dat ze de beste zijn. Juist mensen die met een 8-bit chip aan de slag kunnen gaan en daar echt iets uit weten te toveren wat niemand anders kan, is erg knap. Ik denk dat iedereen dat kan. Ja. Maar dat is wat anders. Je moet niet denken. Maar chiptune is niet zo heel moeilijk, want je hebt niet zo heel veel mee om te werken. Dus uiteindelijk... Dus dat is te knapper als je dan een hele fucking vette score weet neer te zetten. Toen, ja, nu... Nou ja, dat is ook weer moeilijk, want nu is al heel veel gedaan. Dat is weer wat anders, waardoor het... maar in ieder geval, ik hou van original music. Ik heb wel een paar uitzonderingen ook meegenomen, hoor. Maar dat is echt een uitzondering op de regel van mij. Laat hem aftrappen. Hoeveel heb jij meegenomen? Ja, ik wou net zeggen. Jij hebt echt heel veel. Nee, ik heb best wel wat weggestreept uiteindelijk. Ik heb er nu 8 of zo. Nou, begin maar dan. Ja? Oké, wat willen jullie als eerste horen? Gewoon vette tunes of gewoon... Doe maar iets totaal out of the ordinaries van jou. Dus iets heel raar klassieks waarvan je denkt van... Oké, Koos is echt een grote nerd. Oké, dan doen we D'Angelo Unshaken... Van Red Dead Redemption 2. Ja, maar dat is dus niet dat. Dat verwacht iedereen dat je dat soort shit tof vindt. Oh, ja, nou geen idee. Klassieke muziek, soort van een ja, dat heb je al 5 keer genoemd. Symfonische nerd shit. Als je zegt 5 keer al symfonische shit, dan verwacht mensen. Ja, oké, maar niet in general in life. Maar laat me je uitleggen. Niet. Ja, het is wel heel belangrijk dat de geluid natuurlijk aanstaat. Ja. Maar je komt net van een eiland af waar je gevangen bent geweest, een soort van slaaf bent behandeld. En je weet het ontsnappen. Je komt terug in de wereld waar je bent opgegroeid. Dit is Arthur Morgan natuurlijk. Hij klimt op zijn paard en zijn vrienden zijn dood. Hij heeft tuberculose. Hij is een slaaf geweest. Alles is kapot. Zijn vriendengroep is uit elkaar. Met Dutch heeft hij beef. En dit is het moment waarin hij het eiland heeft weten te ontsnappen. En weer terugrijdt naar huis, naar het kamp. Is dat niet met een luchtballon? Nee, dat is dit. Dan gaat hij met een luchtballon ontsnappen. Nee, dat is een paard. Ja. Maar dit is ook echt letterlijk een moment dat je gewoon moet bekijken en beleven vanuit de cinematic cam natuurlijk. En gewoon, dit nummer geeft je echt op dat moment
kriebels. Gewoon met alles wat er is gebeurd. Alle zooi die Arthur Morgan over zich heen heeft gekregen. En eigenlijk ook nog over zich heen gaat krijgen. Maar hij is unshaken. Hij blijft gewoon Arthur Morgan. Zit het in de tekst? Is het een... Ja. Heeft het... Okay. Ja, nee. En ik was zeer verbaasd dat het van D'Angelo was. Want... Ik wou even zeggen, is dit de D'Angelo die we kennen uit de 90s met de abs en de hips? Ja. Heel vet. Ja. Ik wist helemaal niet dat die soort van soulful country maakt. Is dit original dan? Ja. Dit is voor deze game gemaakt? Ik weet niet of hij het voor deze game heeft gemaakt, maar ja... Je zou bijna zeggen van wel, omdat het zo cowboy-y is. Ja. Zo Amerikanen-achtig, wat die... Ja, want wij kennen misschien D'Angelo van iets heel anders. Weet je wel, hij kleedt zichzelf uit in de clip en full six-pack en Het is gewoon R&B inderdaad, van die smooth shit. En dit is ergens wel smooth, maar ook wel heel Americana, dus het past hier heel goed bij. Ja, en dit is gewoon rockstar storytelling, weet je wel, in de wereld. Alles klopte gewoon. Ja. En dit was een amazing moment. Gewoon, dit is een moment waarbij je echt achterover leunt en gewoon geniet van deze game. Weet je zeker dat het dezelfde D'Angelo is? Ja. Niet gewoon een artiest die D'Angelo of zo heet. D'Angelo. Nee, het is D'Angelo. Oké, heel vet. Want het klinkt als Nick Cave of zo en niet als een... Hele zware stem ook inderdaad. Ja. Maar volgens mij is dat je weer... ik weet het niet. Dit is 30 jaar na ook dat, D'Angelo. Ook dat. Hij is muzikaal misschien dat is op de achtergrond. Misschien is het inderdaad een soort van mash ook. Dus ik denk ergens dat het misschien dan original is. Het klinkt in ieder geval als het klinkt classic, dus dat is altijd vet. Maar nu snap je ook een beetje mijn insteek van hoe ik nummers heb uitgekozen. En dat waren gewoon amazing moments. Dat is dus wel grappig. Ik vind dat dit soort momenten zitten nog niet genoeg in games. Nee, veel te weinig. Rockstar doet het vaak, ook in gelijke, want in Mafia zat het een paar keer, Mafia 3 zelfs. Ja. En het zit natuurlijk in heel veel Rockstar games. En het gebeurt wel, maar precies dat. Momenten waarbij na is gedacht over ik wil... door de music director of de game director van ik wil dit nummer onder die vibe of cutscene of het dat moment. Geen dialoog. Juist dat hele serene. Nee, maar in films is het ook nog best wel. Gebeurt dat ook niet heel vaak. Dat nee, omdat het dus, nou ja, bestaan nummer zo wordt gebruikt. Heel Tarantino's shit zit daarmee vol natuurlijk. En op die manier gebeurt het denk ik ook heel vaak. Maar ik vind het in games te weinig, want dan is het gewoon battle team. Ja. Of die komt er ook aan. Waiting script. Ik bedoel, maar dus dan hebben ze natuurlijk, dan hebben ze niet een moment genomen waarvan ze iets hebben proberen te connecten. Ja. Dan hebben ze inderdaad een sfeer neergezet met nummer en dan is dat elke keer hetzelfde of wat dan ook. En ja, daarom zet ik het misschien ook vaak niet op, want ik denk van op deze manier is het heel vet, want je krijgt heel veel bij dat nummer. Kijk, en dat is het hele ding van, het komt niet over als je dit zo kijkt. Je moet deze game gespeeld hebben. Je moet er 30 uur in hebben zitten. Ja. En dan, met alles wat er is gebeurd, deze rit naar huis. Nou ja, het is ook in de regen. Op zichzelf staand is het ook goed. Het is op zichzelf staand ook daarom. Goed. Het is ook gewoon een goed nummer. Ja, maar het heeft niet dat gewicht. Weet je wel? En dat is waarom ik hem heb gekozen dan. Ja. Nee, maar ik ben dus benieuwd inderdaad ook. Want het klinkt ergens een beetje, omdat ze hammen samen, zo'n soort van als spirituals of zelfs als slave music. Dus misschien zit er al heel veel natuurlijk gewicht aan. Dat kan ook heel goed. Ja, maar dat is heel vet. Het betekent gewoon meer wanneer je dat hebt geleefd. Ja, ja. Nee, zeker weten. Nou, dit was mijn eerste keus. Ja, dan doe je tweede maar ook. Want nou, dan kies ik er wel eentje gewoon die een beetje in het verlengde zit. Kunnen jullie hem volgende keer netjes in en uit spelen? Ja, precies. Dan neem ik eentje die in het verlengde ligt hiervan. En ik denk dat jij daar ook wel mee uit de voeten kan. Dat is van Ludwig Forssell, BB's theme, Death Stranding. En sowieso is Death Stranding een meesterwerk. Echt een fucking kunstwerk. Maar het is vooral dit moment. Ik denk dat dit na ongeveer 40 uur is in de game. Dit is je final delivery. Je hebt in een totaal bizarre realiteit... heb je weten te overleven aan de hand van een BB-unit... die in een kastje zit op je borst. Mm-hmm. En letterlijk in de climax van de game sterft... jouw BB, jouw persoonlijke BB, die Sam liefkozend Lou heeft genoemd, omdat zijn ongeboren dochter met zijn overleden vrouw wilde die Louise noemen. En daarom heette BB Lou. En je hebt net een aantal cutscenes gehad en je moet nu eigenlijk hetzelfde doen als wat je deed bij de allereerste missie voordat je deze game begon. Toen bracht je je zieke moeder naar de incinerator, want
Je moet ze cremeren, dode mensen, want anders worden ze... hoe heet ze ook alweer? Ja, jezus, die zwarte dingen in de andere realiteit. Stom dat dat te lang geleden is. Hè? Ja, het is al een tijd geleden inderdaad. Maar in ieder geval, dan worden ze een soort van monsters. En dus moet je ze cremeren. En dat deed je in de allereerste missie met je overleden moeder. En dat doe je nu in de allerlaatste missie met de Bibi die je de hele tijd bij hebt gedragen. En ja, dit was een bijzonder emotioneel moment. Maar gewoon, want je loopt ook letterlijk de allereerste route die je hebt gelopen. Weet je, ziet dat, precies, je ziet die ladder zie je staan, die allereerste ladder die er altijd al staat, weet je wel. En ja, de cirkel is rond. En dit voelde voor mij zo perfect. Dit is echt oprecht een van de meest bijzondere games ooit gemaakt. Ja, maar en ik vind ook de muziek die past er goed bij. En weet je, en dan heb je natuurlijk het begin, al die ene band die hoe heet het, heel tof vond. En dus heel vaak heeft Low Roar. Low Roar inderdaad erin heeft gedaan. En dat is tof, maar dit is niet. Dus nogmaals, het past heel goed, maar het is niet van een magnitude muziek dat je denkt van oh, maar dit is op zichzelf staand. Echt amazing. Ik moet je hebt de context nodig. Maar als Koos het verhaal aan het vertellen was, werd ik er wel emotioneel van. Ja, maar als je het los hoort, dan is het ineens vrij campy. Je moet het echt spelen. Je moet het echt spelen. Ik weet nu wel hoe het afloopt. Ja. Dat maakt niet uit. We gaan wel een spoilertje in de tekst, letterlijk, warning in de tekst zetten. Het gaat hier om de reis en niet om de eindbestemming. Ja, en alles wat je, maar alles wat je echt meemaakt onderweg, het is amazing, man. Het is echt ongelooflijk. Maar daarom zei ik ook van... al mijn muziek heeft gameplay erbij, omdat die context is zo belangrijk. Want precies wat je zegt, op zichzelf staat, ik zou 3/4 van deze nummers nooit luisteren. Nee. Never nooit. Nee. Maar het heeft iets met me gedaan. En weet je, ik heb hier een traantje zitten wegpinken hoor. Ik vond het ongelooflijk mooi. Snap ik, ja. Nee, maar inderdaad, op zichzelf staand heeft het ergens gewoon vrij normale symfonische staf met een... Kofferband zangeresje bij wijze van. Dat je denigreert. Oh, nee, dat mag niet. Warme band. Nee. Dus dat moet ik niet doen. Maar je snapt het. Weet je, de noten raak je pas als je weet waar het over gaat. Ja, nice. Mooi. Heel mooi. Joey, wat heb jij voor ons meegenomen? Zoal. Kijk, dit klinkt goed. Zoal. 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 Van alles. Ja, ben je weer lekker gek met de opdracht? Wacht, denken jullie dat we iets overlap hebben? Nu ik denk dat jij echt het op momenten hebt, misschien niet meer. Ik heb de helft, Ik heb vibes. Ik zag net jouw lijstje en ik heb dingen geschrapt die jij in jouw lijstje voorkomen. Dus dat is goed. Ik wel blij mee. Maar ik ben inderdaad wel, omdat het een warme babbel is, dacht ik, ik kan nu buiten het boekje gaan en dan moeten jullie daar positief over blijven. Dus ik neem jullie mee naar 2000. Het antwoord was ja, eigenlijk. Ja. Ik neem jullie mee naar 2016, toen de wereld werd opgeschud tijdens de E3. En een groot muzikus, een fantastische filmregisseur, een artiest, misschien wel de artiest van onze generatie. Dit gaat zo fucking... De gamewereld opschudden. Heeft Jesus iets gemaakt? Met de game trailer, want de game, daar wachten we nog steeds op. Donda. Oh ja, dat is Kanye natuurlijk. Kijk dan. Zal ik je eerlijk vertellen dat ik dit nog nooit heb gezien? Het is een renditie van Only One. Een nummer dat Kanye echt heeft uitgebracht met Paul McCartney. Ja. En dit is de For Jesus, de versie ervan zou ik durven zeggen. Ik krijg kippenvel van dit nummer altijd. Ik ook. Maar dat bestond al voor deze trailer? Nou, deze versie van het nummer niet. Maar het nummer het kwam volgens mij op 1 januari uit. Ik denk het jaar daarvoor, 2015. Toen Kanye bezig was met een album samen met Paul McCartney, wat nooit is uitgebracht. Maar wel een paar nummers. Wel een paar nummers. Daar is bijvoorbeeld ook dat nummer met Rihanna uit voortgekomen en All Day. Dit was de trailer. Dit was de trailer. Maar zijn, hoe noem je dat? Zijn de mensen boven hem, zijn label, management. Zijn muzieklabel, zijn management, die zagen het toch niet helemaal zitten dat hij een album met Paul McCartney uitzag. Insane, dat is precies wat je wil. Dat is inderdaad precies wat we wilden. En waarom is deze videogame dan niet? Ik denk niet dat ooit nog gaat komen. Maar het nummer gaat dus over Hello My Only One. En het is geschreven vanuit zijn moeder. Dus zijn moeder praat tegen hem over nee? Ja, yeah, hello my... ze praat tegen Kanye over zijn eerste kind. Dat was toen Kanye zingt het weer naar zijn kind. Ja, precies. En het is sowieso gewoon echt een heel mooi nummer. En ik vind, je kan veel van Kanye vinden. Maar zijn band met zijn moeder is iets speciaals. Ja, en het feit dat hij daar een videogame over wilde maken, vind ik ook vet. Ik weet niet waar dit project... Dit is veel Kanye projecten die verdwijnen. Maar je kan hier ook zien aan de trailer, toch?
er is nog geen concept. Nee, het is wel een mooie nou, het concept was om Danda, zijn moeder, naar de hemel te brengen. Dus die moest naar de hemel. En dat was het concept. En dat was duidelijk ook het hele concept. Laat ik zo zeggen, gameplay concept. Ja, weet je, het is duidelijk dat zit al in deze de hemel wil brengen. Vliegen. Maar het moet ook wel leuk zijn, zeg maar. Maar ik vind het gewoon een hele mooie... Het origineel is een hele mooie ode aan zijn moeder. Dit is een enorme ode aan zijn moeder. En als je iets van kan je wil... Check die Netflix-documentaire, want daarin zie je hoe die band met die moeder was. En dat is gewoon, hoe dan ook, wat je ook van hem vindt, iets speciaals. Nee, ik vind het altijd prachtige beelden, man. Vooral early Kanye-beelden en ook dat hij met zijn moeder praat, weet je wel. Kippenvel is altijd ook. Ja. Dus deze heb ik er even ingesmiegeld. Ja, nee, helemaal. Hoe ik namelijk de opdracht weer heb geïnterpreteerd, is weer anders. Ik dacht gewoon echt dat het ging om games met de vetste soundtracks. Dus ik heb er eentje meegenomen die een beetje in dezelfde lijn ligt qua muzikale vibe. Bioshock Infinite. Die ten eerste, hoe noem je dat ook alweer? Originals of nummers gebruikt die al uit in de Amerikaanse volksmuziek gebruikt worden. Zoals Fallout. Ja, maar Fallout die heeft gewoon echte nummers volgens mij van... Oh ja, ik dacht ook dat je dat bedoelde. Volksnummers, ja, inderdaad. Oh, en dan zelf inderdaad in de muziek. Omdat er gewoon heel veel... Het is natuurlijk een heel Amerikaanse game, weet je. Dat, en je hebt dus inderdaad eentje Will the Circle Be Unbroken. Maar het is meer überhaupt gewoon hoe muziek daar in die game gebruikt wordt. Is dus zoals jij ook zei... In je eerste ding van, dit is heel moeilijk trouwens om te praten als er angelic fucking shit in je oren gebeurt. We kunnen ook heel even naar luisteren. Ja. Kan, even dan. Copyright strike. Maar dit is wel nice, ja. Ja, je komt dus op een gegeven moment kom je daar in Colombia. En daar is iedereen in een beetje bepaald geloven. Dat is die Skystad, toch? Die Skystad. Ja. En wanneer je daar dus boven komt, dan word je gebaptized. En dan hoor je dit dus door een kerk. En je hoort echt soort van heel veel echo en wat dan ook. En dat zit natuurlijk niet in deze dingen. Dit bedoel ik, van gelijk die context maakt dat alweer veel vet. Ja, nee, zeker. Dat is het, hoor. Dus maar die hele film zit, of die hele film, die hele game zit vol met gewoon muziek die waar je over nagedacht hebt. Oké, ik wil dat dit nummer in... Of bij deze scène past of wat dan ook. Ja. En gewoon überhaupt vibe, weet je? Want dat is ook natuurlijk heel moeilijk in een videogame. Wat ga je doen? Kijk, deze game paste heel goed. Dat soort van ook spirituele gospel, dat paste gewoon daar heel goed. En dan kan je op die manier goed die keuze maken. Maar als je nou, stel je maakt een Final Fantasy. Ja, ga je dan orkestraal? Ga je dan rockmuziek maken? Al dat soort dingen is natuurlijk heel moeilijk. En als je zelf niet zo heel veel met rock hebt of wat dan ook, dan is het moeilijk om of allebei, weet je. Ja, kan ook. Dit soort muziek doet altijd iets met mijn man. Ik heb niet heel veel met religie. Nee, ik ook niet, behalve spirituals. Dat vind ik fucking amazing. Als ik een kater heb, dan luister ik dus dit de hele dag. Dit soort dingen. Dat en dan... Maar het heeft wel, ook überhaupt gewoon een kerkinkomen heeft altijd wel iets statigs, vind ik. En meestal hebben ze een cd'tje opgezet ook wel met dit soort muziek, zodat je die vibe nog... Ja? Ja. Oh, ik zou willen dat ze dat soort dat shit... Nou, je zag nog kerken die dit soort dingen opzetten, hoor. Niet die Gregoriaanse... Die rare mannenmuziek. Okay. Nee, dus dat... Maar die game heeft gewoon een hele sikke soundtrack. Vandaar dat ik die erin heb gezet. Ooit. Ik heb nog een mentions trouwens. Die had ik natuurlijk eigenlijk eerst moeten doen, maar dit paste er goed bij. Mijn mentions zijn Fallout, inderdaad. Omdat die gewoon toffe muziek... Die heeft een coole music director. Die zoeken gewoon altijd een hele goede mix, man. Toffe mix uit. Wederom, nummers die ik nooit van mijn leven zou luisteren. Dus wel. Maar die hele oude shit, die jaren 20 en 30 shit. Nou ja, er zitten wel oude bluesnummers in. Die ik ook in Spotify lijst of gewoon die ik luister. Zelfs die 20 jaar en 30 jaar zit, ik luister het af en toe gewoon op Apple Music. Want dan ben ik weer heel even in de wereld van Fallout. Weet je wel? Dat vind ik awesome. Ja, maar dat bedoel ik. Dus dan connecten ze er een sfeer mee. Maar ook op een manier die heel erg past. En dus niet op een soort van, ja, wat zullen we nu doen? Orkestraal of dingen. Het is gewoon heel eigen. En het is niet eens eigen. Het is van andere mensen. Ja. Maar ze pakken die sfeer, zeg maar. Ja, maar dat is toch hetzelfde als wat je zegt met Tarantino. Het geeft het een nieuw leven. Het geeft het een nieuwe emotie. En daarom staan er bij mij dus bijna alleen maar dingen in waarin dus nummers worden gebruikt die al bestaan. Dat geeft er een nieuwe en nog meer dus houvast en emotie aan. Elder Scrolls, dat is natuurlijk iets dat heeft natuurlijk gewoon de Fusroda, wat gewoon voor mij een toffe orchestral score is. Maar dat is niet meer dan dat, een orchestral score. Tony Hawk,
Natuurlijk. Okay. Omdat die fucking shit... die heeft gewoon net zoals andere franchises... die misschien nog langskomen. Vooral twee. Vooral twee, inderdaad. Heeft gewoon een hele sikke score. En hetzelfde geldt voor de skate games. Zeiden dat heel vaak goed in extreme sports sowieso. Want al die puppies hebben gewoon een goede smaak. Het is tricky. Treasure, Skate and Destroy. Wat echt een fucking sikke. Ook gewoon full-on skate culture. Mix en mash van punk en hip-hop en wat dan ook. Dat waren mijn mentions. Vet. Cool. Doe ik even iets totaal anders. En dit vinden jullie allebei toch sowieso vet. Het is van Mutsuhiko Izumi. Sue Surfen. Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Ja. Op de Super Nintendo natuurlijk een arcade game. Maar dit is amazing. En er zijn inmiddels ook zoveel rockversies hiervan gemaakt, weet je wel. Ja. Als je hier als kind niet hype van wordt, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Nee. Okay, ik bedoel, wat wil je daar nou meer? Ik bedoel, je hebt een fucking Ninja Turtle op een fucking surfplank die door het riool heen vliegt. En met deze fucking hype music gewoon al die fucking foot soldiers aan het kapot. Ja, hele vette muziek. Dat is gewoon, dit is inderdaad echt zo'n coole classic qua, hoe heet dat? Qua chiptunes of qua 16-bit, denk ik. Dit 16-bit, ja. En het toffe is, het past die muziek, en het, misschien toen was dat nog niet zo, want alles was toen 16-bit. Maar de mogelijkheid van 16-bit past gewoon heel goed bij een game met deze stijl, met deze fun en wat dan ook. Als je een hele serieuze game... Vinden wij game, dat nu, omdat we het zo geconditioneerd hebben? Maar horen jullie dit, zeg maar, als je dit, ik weet van vroeger, graphics uit... zag je niet als de graphics die het waren, maar dit zag je gewoon als de tekenfilms die je keek. Ja. Ja. Hebben jullie dat met deze muziek ook? Dat jullie het nog verder invullen als een soort van rock of pop track in plaats van als dat, wat dat is? Er was al rock en pop. Er waren ook al tekenfilms en jij zag een 3D-poppetje en dat vulde je ook in. Maar ik vind juist die hele MIDI-sound, dat is voor mij gaming. Weet je, ik vind dit eigenlijk vetter dan op echte instrumenten gespeeld. Ja, maar dat is dus het ding. Maar vroeger hadden ze dus niet de mogelijkheid tot echte instrumenten. Dus hele serieuze games, zoals bijvoorbeeld ik van Final Fantasy, die trouwens ook heel classic zijn natuurlijk. Maar die probeerden natuurlijk een hele ander soort muziek te maken met chiptunes, met 16-bit mogelijkheden. En daarom vind ik deze zo vet, omdat hij past zo goed bij wat er toen kon qua hardware. Ik vind dat Square daar sowieso wel in is geslaagd, hoor. Ik denk dat je daar bij een van mijn voorbeelden ook nog wel dat verschil kan zien. Want dat is rechtstreeks geïmporteerd vanuit retro, laat ik het zo maar zeggen. Van alle oude systemen. En dan met de orchestra gedaan. Ja, ja, ja. Weet je wel? Ja. En het klinkt fantastisch. Ja, nee, maar omdat je natuurlijk ook weer het sentiment hebt van wat er al is. Mag ik dan... Ja, zeker. Eentje die hier goed op aansluit, mag ik die doen? Ja, hoor. Lijp, dat is namelijk... Moet ik straks nog vier Kanye tracks achter elkaar doen? Ja, precies. Ja, dan krijg je dat van... Def Jam Fighting. En, sick. Dat zit er wel tussen. Heb je een Def Jam? Nee. Gewoon een hip-hop nummer. Heb ik over nagedacht. Ja, precies, ja. Alleen maar Kanye's. Kijk hoe GTA vaak GTA 4, Flashing Lights Kanye. Precies, ja. Nee, ik heb Guile's Theme van Street Fighter 2 Turbo ook meegenomen. Zeker. Dat is mijn favoriete Street Fighter nummer. En dat is precies wat je... Ja, zelfde vibe. Weet je, gewoon net, dat is denk ik 8-bit trouwens. Niet 16. Maar wat voor mij die soundtrack... jij zei van dit, dat paste er goed bij, wat je net zag. En dit ook. En deze valt nog mee, maar dit is gewoon mijn favoriet. Maar sommige tracks, weet je, past ook zo bij die fucking Twitch gameplay. Van godverdomme, godverdomme. Weet je, ik moet winnen. Snelle shit. En sommige van die muziekjes. Ja, sommige van die muziekjes, die gingen ook zo snel. Dat je gewoon daar extra fucking hyped. De vechtpartijen die zijn uitgebroken tussen mij en mijn broertje. Omdat we die game speelden. Dat zijn er echt heel veel geweest. Heel Street Fighter vind ik Guile's Theme vind ik ook wel het vetst, hoor. Ja, nou ja, ik dacht eigenlijk dat dit de main theme was. Ik dacht het ook, maar dat is dus gewoon blijkbaar deze. Ik moest er echt lang naar zoeken. Want ik op dacht het vliegveld, F-16's op de achtergrond. Ja, ja. Mensen. Ja, tuurlijk. Die staan er nog steeds. Ja, die staan er nog steeds. Weet je, of een voetje op de krat of wat dan ook. Maar ook hierbij, kijk, er is dit. Voetje op de krat, hand omhoog. Maar dus de vibe van deze soundtrack, iedereen had natuurlijk zijn eigen stage. Sommigen waren wel heel wat meer zen, vond ik wat minder. Maar vooral dus de snelle muziek, die paste gewoon zo goed bij de fucking Twitch gameplay. Daar heb ik goede herinneringen. Ja, nee, snap ik helemaal. Dit is awesome. Ja. Gelukkig. Dit is een van de darlings. Weet je, ik heb er al heel veel af moeten strepen. Nou, ik ben blij dat jij deze in ieder geval hebt. Ja,
Precies. Joey, heb jij iets vet meegenomen? Ik doe nog eentje die, iets geks. Waarvan je, ja, maar daarna heb ik drie waar ik echt bloedserieus over ben. Ik wilde eerst. Waar ben je gewoon niet überhaupt niet bloedserieus? Super ja, ik vet ben wel bloedserieus. Ja, nee, dat is het ook. Maar ik wilde ook gewoon. Ik wilde even lekker gek doen. Nou, ik heb gewoon een paar nummers. Een paar gekke dingen erin. E.T. op je shirt. Ik heb gewoon een aantal. Ik zat eerst te denken aan Singstar. Gek snorretje. De original Singstar. Lang haar. Een hoofd. Een gek hoofd. Ik zat eerst te denken aan Singstar, met de eerste met People always talk about, ayo, ayo, ayo. Ik ben blij maar dat je die niet hebt gekozen. Nee, daar scoorde ik ook nooit zoveel punten op. Maar wat ik oprecht een hele vette track vind, en wat een originele is uit een game, uit een soortgelijke game. DJ Hero had een mashup, of een remix eigenlijk, van JC's Ezo. Ja, I Want You Back van de Jackson 5, wat de originele sample is. Man. En die mix is zo fucking insane dat ik hem gewoon nog draai. Ja, dit zet het. H to the Izzo. V to the Izzo. Ik heb sowieso een zwak als mixen. Als hip-hop nummers met het origineel, met de sample worden gemixt. En deze doet dat perfect. Oh, ik zat echt op mijn bank met een domme plastic kut ding. Ja. Nee, maar het grappige van DJ Hero is wel dat ze dat best wel goed deden. Ja, maar volgens mij, Jazzy Jeff heeft een paar van die remixes gemaakt. Volgens mij was het deze ook van Jazzy Jeff. Ik heb opgezocht wie deze mix heeft gedaan, kon ik niet vinden. Dus omdat het een unknown was. Maar ik dacht inderdaad ook dat dat het geval was. Ja. Nee, dit is een vette. Dit is ook wat je. Ik ben wel eens in Berlijn geweest met Boris ook samen. En dat was volgens mij het Europese kampioenschap DMXing. Volgens mij heet dat zo. Die guys die draaiden gewoon eens om de 20 seconden staf door elkaar. Maar dat klonk dus ook op deze manier. Ja, dat is precies dit. Af en toe je kop ontplompte van wat gebeurt hier? Deze twee. Oh crap, het is alweer voorbij. Dat is het enige wat jammer is. Hero wel, hè? Ja, maar er staat een paar coole. We hebben die vaak op de redactie wel aangehad, die DJ soundtrack. DJ Harris soundtrack. Ik ook. Toen hij uitkwam. Ja, ja zeker. Ik vond hem echt gruwelijk. Weet je, en dit kwam voor mij ook op een perfecte tijd. Weet je, ik zat sowieso nog op school. Ik was helemaal into Jay-Z. Maar ik was ook heel erg in die Motown shit, weet je wel. Ja. Jackson 5, noem maar op. En dan, als die werelden samenkomen. Ja. En ik wil dit heel graag. Maar dat gebeurt heel vaak. Maar luister, dit is zo'n voorbeeld waarom ik van hip-hop hou. Omdat je, kijk, en hier is het dan al voor je gedaan. Ja. Maar ik hou van hip-hop omdat ik. Zo voor je gedaan. Ik deed dit. Ja, dat weet ik. Maar deze YouTube-rip is al voor ons gedaan. Die heb ik niet live ingespeeld net. Nee, maar ik hou van hip-hop omdat je een sample hoort en denkt: waar de fuck komt dat vandaan? En dat op gaat zoeken. Yep. En zo heb ik zoveel muziek. Ik ook. Zoveel muziek vind ik de originele veel vetter. Tuurlijk. Maar heb ik nooit de originele leren kennen zonder de. Nee, het heeft voor mij de waarde omdat ik het via een hip-hop track heb leren kennen. En soms is het ook echt insane wat er met een sample is gedaan. Dat het gewoon niet herkenbaar meer is. En dan kunnen die twee dingen naast elkaar bestaan. En dan is het natuurlijk hip-hop op zijn best. Als het niet meer. Weet, is het geen Pitbull die gewoon Toto Afrika twee keer achter elkaar heeft gezet. En er Mr. Worldwide overheen rept. En een autotune erover zet. Precies, ja. Fuck die shit. Maar dit is een gouden voorbeeld. Zeker Izzo ook. En I Want You Back staan zo ver uit elkaar. Maar samen gemixt is het wederom een parel. Ja. Niet toevallig, want Izzo is I Want You Back. Oh, nou dan is het heel makkelijk. Dan is het een cheap score van DJ Hero om dat te doen natuurlijk. Mijn hele punt was dat dat niet een cheap score was, dat het vet was. Nee, maar dit, de niet, hoe heet dat, JC nummer? Jij vindt de creativiteit tegen Want You Back, maar het klinkt vet. 5. Klinkt heel vet. Daarom. Ja, maar dat is hem dus al. Dus ze hebben hier iets gemixt wat een super inkoppertje was, want Jackson 5. Het is een mashup van het origineel en de sample. Ja, precies. Oh, en de sample itself. Ja. Niet het hele Jay-Z-nummer. Nee. Ah, ja. Oké. Okay. Maar was nogmaals. Maar het klonk lekker. Het is wel een inkoppertje. Het klonk heel vet. Nee, zeker. Het is een inkoppertje. Maar je hebt ook honderden van die Instagram-kanalen die dat doen. Die een sample naar het hip-hop plaatje draaien. En dat is cool. Goed idee. Ja. Vet. Ga ik eens checken. Cool. Dan kies ik nu wel het meest plingelige wat ik me maar kan voorstellen. Plingelig? Ja, want luister, ik ben opgegroeid met NES 8-bit shit, weet je wel. En dit was bij mijn oom en tante, die hadden NES ook staan. Ik had zelf geen NES trouwens. En daar speelden we altijd op met mijn neefjes en shit. En daar hadden we ook deze game. Deze had ik ook. DuckTales. Ja. En de Moon Stage. Het is jammer dat deze geluidseffecten doorheen zitten. Maar echt, die muziek. Ja, het heeft iets heel raar melancholisch, hè? Dat, Kijk, heeft die domme power-up gepakt. Dat is heel vervelend, heel jammer. Want dit is totaal niet het nummer. Maar het was deze, inderdaad.
Weet je, dat je dit toch uit 8-bit kan weten te wringen en dat het toch nog vet klinkt op een of andere reden. Ja, heel nice. Hetzelfde trouwens voor eentje die ik er niet op heb staan. Jij misschien wel? Nee. Super Mario Brothers natuurlijk, de originele Super Mario Brothers tune. Ik denk dat iedereen meteen vanaf de eerste stage is gegrepen door Super Mario daardoor. Maar ik vond dit een amazing soundtrack. Echt amazing. Ja, toen. Hoe was de soundtrack? Deze game is toch niet zo heel lang geleden geremaked? Ja, er was wel een DuckTales game inderdaad. Ja. Ik weet niet of dat deze was. Dit was volgens mij DuckTales 2, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik toen was dit, vond ik dit ook heel vet. Maar waar ik dus Sewage Surfing net heel erg vet vond, heb ik hier hoor ik een beetje de limitaties van wat er toen kon. Maar daarom vind ik het juist des te knapper. Dat ze daar nog wel mee om weten te gaan. Hetzelfde met Mega Man hoor. En ik moet eigenlijk zeggen, in het geval van Mega Man vind ik dat je die vandaag de dag nog prima kan luisteren. Ja, sommige wel. Maar zoals Sewage Surfing bijvoorbeeld. Stel je zou daar nu een moderne rockversie maken, is die waarschijnlijk weaker dan de original. Nee. Nee, ik luister de rockversie altijd op mijn iPhone. Ja. Oké, maar ik denk dat ik dan... Ja, oké, dan wordt het een kwestie van smaak en dan wordt het lastiger. Maar ik wil mijn punt maken is dat waarschijnlijk blijft die dan heel erg juist overuit staan. En de cover van deze DuckTales is waarschijnlijk beter. Omdat ik hoor echt maar 3 of 4 instrumentlaagjes. En bij die Turtles is dat veel voller. Dit voelde als wat ik vroeger op mijn Nokia 3310 maakte. Precies. Als ringtone. Ja. Dat kon je ook, ja. Stuk maken. Klopt, ja. Ja. Nice. Zal ik weer eentje doen? Ja. Ik weet niet hoeveel. Ik heb er nog 3. Ik heb er ook nog 3. Jij hebt er. Ik heb er ook nog 3. Nou, dat is toch sick. Nou, dan doe ik nog even. Nou, dan eventjes wat mij vroeger gevormd heeft. En dat is namelijk ook een soort van. Ik was denk ik 1 jaar of 10. Wordt het heel verdrietig? Nee, helemaal niet. Ja, omdat je de wereld. We hebben weer een trauma. We moeten werken. Maar jij haat de wereld. En je zegt, dit heeft me gevormd. Dus. Nou, oké, maar de haat, het betekent niet dat ik dat 100% van mijn leven gaat om de wereld haten. Want dan had ik hier natuurlijk niet gezeten. Nee, MTV Sports Snowboarding. Wat een vrij niche snowboard game is. Maar met een insane vette soundtrack. Maar vooral ook voor mij als gewoon young punk. Ik had zoiets van, dit is een van de eerste dingen die... Nou, kijk, dit is vette... Ik was laatst soort van naar de show van deze band. Mm-hmm. Die ik dus op mijn 10e ongeveer al luisterde. Maar zo is gaming toch best wel een gateway ook naar heel veel nieuwe dingen leren kennen. Het mag wel ietsje zachter inderdaad. Nu kunnen we zelf niet meer hoor. Ja. Wat heel veel punkrock shit en zo. Daar was ik van mijn levensdag nooit aangekomen. Ik luisterde alleen maar hiphop. Toen ging ik Tony Hawk spelen. Nee, dat. Ja, maar ik denk dat ik al een paar van die dingen kende. En misschien ook wel de hele de mainstream versies ervan. Want ik was 10. Dude, AC/DC. Ja, oké, maar dat soort shit. Inderdaad, Queen kende ik misschien. Dat soort stuff natuurlijk. Er zit bij stevige gitaren af en toe in. Maar op een gegeven moment, weet je, dan ga je zo'n game spelen. Dan heb je zoiets van, this is me. Ik hoor nu iets wat ik nog nooit heb gehoord. Maar this is fucking me. Ja. Ja, en dat had ik dus met deze soundtrack. Alleen maar, nou, dat staat ook met de Fear Factory op en dat is wat minder. Maar ik vind het wel heel cool dat MTV jou nog muzikaal insane, heeft geschoold. Insane, ja. Hè? Ja, maar vroeger het tijdperk. Nu leer je alleen maar zeggen, 90's. Het tijdperk. Ja, I know. Nu leer je over catfishes. Ja, dit was... 19 pregnancies. Ja, halverwege de 90's. Of, nee, daar trouwens, dit is denk ik eind 90's. Dit was eind 90's, denk ik. En in de 90's had je natuurlijk ook nog Headbangers Ball. Dus toen was er daadwerkelijk nog wel veel vette muziek op MTV. Maar deze soundtrack, dat was denk ik ook waar... Ik weet niet hoe, maar die game was wel aardig. Maar die soundtrack was gewoon heel sick. Ja, ik zat dus ook aan ik heb SSX Tricky overwogen. Een beetje hetzelfde. Ja, is ook vet. Die was een hele vette game. Oh, oké, ik dacht dat je die nog had. Nee. Ja, anyways, dus mede door deze. En ik heb er nog eentje zo meteen. Er waren, weet je, toen wat games die punk erin hadden. Ja, daardoor ben ik dat denk ik gewoon nog veel meer gaan luisteren en gaan maken en wat dan ook. Zullen we dan gewoon in onze jeugd blijven even? Ja hoor. Dan ga ik naar mijn, die kan niet missen. Dit is de tune waar ik nog steeds enthousiast van word. Waar ik toen ik 8 was al enthousiast van werd. En dat is Crash Bandicoot. Maar waarom? Omdat dit is voor mij... Pure happiness. Dit is nostalgie. Ja, nostalgie. Maar ook, en ik snap, moet ik heel eerlijk zeggen, niet zo goed waarom. Maar mensen vinden dit oprecht ook een hele goede soundtrack. Gewoon een goede sound.
Ja, ik dat zou, vrij uniek ik zou dit niet thuis uniek, ja. opzetten, maar het heeft wel iets heel eigens en het is heel herkenbaar. En als ik dit hoor, denk ik, yes, het gaat... Maar ik dit zou ook om dat bord op het begin zo met Crash Bandicoot letters. Ik moet deze geluidjes horen. Ik hoor... Ja. En een hoelepeko. Ja. Dat soort dingetjes wil je horen. Ja, en ik, als ik dit hoor, denk ik, oh, nu moet ik naar het paswoordmenu om het paswoord voor het level in te toetsen, omdat ik gewoon niet de memory card had toen de tijd. Ja, ik vind dit echt... Naughty Dog, hè? Maar vind je ook leuke muziek? Nou, of ik is vind het gewoon meer, dit is dus het heeft wel echt zijn functie ook in dat ik vind het wel lekker speelt. Het speelt lekker. Ik speel hier wel. Maak je tenminste nog ietsje minder gefrustreerd. Een goede platformer, bijvoorbeeld die laatste Rayman games hadden het ook. Dat waren echt, en Donkey Kong heeft het ook vaak, dat als je op het ritme van de muziek speelt, je een level het beste en het snelst kan uitspelen. Vet. En dat heeft Crash Bandicoot ook. Het is echt ook wel heel erg nostalgisch. Maar en dat ook wel, als je het weer hebt over de soundtrack van de hele game. Je had wel echt verschillende levels, hadden wel echt een hele eigen vibe met die klopte bij het product. Ja. Terwijl ik nog wat boormuziek opzet. Boorgeluiden. MC Hammer. Een bepaalde, ja. Dit is de toon die voorkomt in het eindgevraag van dit en dat. Ja, ja. Nee, dit dus Crash Bandicoot. Het is gewoon een classic voor mij. Nice. Heb jij iets wat erop aansluit, Koos? Op Crash Bandicoot? Crash Bandicoot? Nee. Is PlayStation 1 misschien? Bandicoot niet. Bandicoot? Nee. Die heb ik niet. Ik heb wel van Nobuo Uematsu. Van Final Fantasy 14, Dragon Song. En nu gekomen in de camp territory. Ik wou net zeggen, dit is iets wat ik nooit van mijn leven zou luisteren. Wanneer ik in mijn eentje zou zijn en niet de game had gespeeld. Maar Dragon Song, dat is de main theme of Heavensward. Heavensward is een uitbreiding van Final Fantasy 14. En ik moet zeggen, het is misschien wel de beste uitbreiding die ik ooit in mijn leven heb gespeeld. Ik moet nog Blood and Wine DLC spelen voor The Witcher. Dus don't shoot me yet. Maar dit was zo'n gruwelijke, ongelofelijke uitbreiding. Waar ik echt zeker 40 uur plezier aan heb beleefd. En dit nummer hoor je eigenlijk op het einde. Wanneer je eigenlijk de final battle doet. En je bent daar met 8 man bij op hem in aan het hengsten. En je hoort dit hele langzame... Zoetsappig wil ik het niet noemen, wel zoetsappig. De hele langzame, zoetsappige nummer hoor je op de achtergrond. Maar horen deze beelden niet bij deze scène dus? Als je hem hebt uitgespeeld, Heavensward, dan krijg je gewoon de credits. We komen er voorbij rollen. En dan heb je altijd een soort van samenvatting van het verhaal. En dat is waar we eigenlijk nu naar zitten te kijken. En ik moet zeggen, dit soort muziek... Games doen dit kennelijk met mij. Dat ik ook dit soort dingen ga luisteren. En nogmaals... Je luistert dit? Dit luister ik ook gewoon over mijn headphones in de fucking trein. En dan doe ik mijn ogen dicht en dan ben ik weer even... Ben je daar of word je rustig? Nee, dan ben ik even daar. Dan denk ik even aan al die mooie momenten die ik heb beleefd. Al die dungeons die ik met crew en party en vrienden heb gedaan. Epische battles. En echt een verhaal wat echt alle fucking kanten op gaat. Maar echt enorm goed uitgewerkt is. Dus ja... Ik ga lekker op dit soort dingen, man. Je wordt er weer een beetje emotioneel van. Ik word hier niet emotioneel van. Dat had ik wel bij Bibi's team, maar... maar dit was gewoon vet. Dit was gewoon ongelooflijk gruwelijk. En om een of andere reden... Weet je, het is een beetje die medieval stijl. Ishgard, die stad waar je terechtkomt. Die een al een eeuwenoude veten heeft... met een bepaalde drakenbevolking die in de buurt woont. En uiteindelijk allemaal gebaseerd op misstanden en greed en... En uiteindelijk weet jij dat wel te solven, zeg maar. Mm-hmm. Maar toch past dit nummer dan ook wel heel erg Max goed Verstappen. Bij. Ja, dat is je eigen karakter. Mijne ziet er niet zo uit. Oh. Dus dat is Max Verstappen. Deze Max Verstappen. Dit is toevallig Max Verstappen's gameplay capture. Maar dit is... Die houdt ook van deze muziek. Die zit dit ook te luisteren. Die standaard gezichten lijken heel erg op Max Verstappen, hoor. Ja. Vet. Nou ja, ik kan er niet over zeggen wat ik vind. Want dan warme babbel. Het is warme babbels. Ja, nee. Mij kan je niet raken, man. Nee, als daar gaat het ook helemaal niet om. Het is, gaat niet om je raken, maar het is, dit is... Nee, ik kan het niet zeggen. Het warme babbels. Heerlijk. Vind je het lijp? Ja. Ik vind het echt super lijp. Maar nogmaals, alleen omdat ik dit heb gespeeld... in combinatie met wat er allemaal is gebeurd natuurlijk. Ja, want als je dit ik kan hier niet eens een equivalent van verzinnen... als het niet in een game zou zitten. Hey, soort van. Snap je, dit is naveltruitje shit ook wel. Dat naveltruitje, het is full-on back alley Celine Dion shit. Het is echt van in elkaar getrapte Celine Dion. Met die wel vier mensen heeft geschreven. Dat, inderdaad. Ja. Nu ga je er te ver. Maar wel leuk. Maar ja, het is leuk. Het luistert goed weg ook.
Over emotioneel worden gesproken. Ik zei dat ik niet emotioneel werd. Ja. Crap, ik bedenk me niet. Nee, juist niet. Dat was de vraag. En ik heb zoiets van, ah, ik heb er wel eentje. Ik bedenk me nu dat ik echt een pivotal one vergeten ben. Dus die smiggel ik er gewoon niet tussen. Dat kan de niet, hele kan niet luisteren. Mass Effect soundtrack. Welke? De Mass Effect soundtrack. En die ging dus ook niet om een nummer of een dit of een dat. Maar die ging om de ik was totaal in space door die shit. Dus die ja, en ook bijvoorbeeld heb je, dan ga je naar steden en dan heb je daar de disco, de stripclub. Maar die had ook echt gewoon grimy fucking techno. En voor de rest, dat je, als je een star map, dan was het ook de muziek die bij de star map was per fucking fact. Dus en misschien wel, ja, misschien had ik Bioshock Infinite eruit, die haal ik er nu uit. Dit is zet ik er nu in. Ik kan het niet luisteren, man. Nee, fair, iedereen hoort hem nu in zijn hoofd. Ja, in je hoofd inderdaad. Je kan het opzoeken. Perfect soundtrack. Maar het enige nummer, dus een beetje aansluitend op dit, waar ik wel, which got me in my feels, dat een original nummer was, niet heel origineel, maar je gaat het horen, is The Dawn Will Come van Dragon Age Inquisition. En op een gegeven moment, ook een moment inderdaad ding. Er is een, weet ik veel, een ding in de sky. En ja, godverdomme, ik kan het weer niet. Het is grappig dat ik, als ik bepaalde dingen hoor die ik leuk vind, dat ik niet meer kan praten. Dat is heel gek. Het heeft iets Lord of the Rings. Heel erg. Maar het lijkt ook een beetje op de Misty Mountains. Ja. Dus ik probeer te kijken of ik hem kan mashen, maar dat denk ik niet. Maar het is dus een beetje, daarom zeg ik niet volledig origineel, omdat het een beetje gejat is van Misty Mountains of wat dan ook. Maar de hele wereld is naar de tyfus. En op een gegeven moment heb je een soort van de survivors die je nog uit de wreckage hebt kunnen halen. Wat dan ook, die gaan dan naar een kasteel. En net zoals dat vaak gebeurt in films. Er begint, net zoals je hebt dat ook in die Pirates of the Caribbean films. Er begint één iemand te zingen. En op een gegeven moment gaat iedereen meedoen. Ja. En toen had ik wel zoiets van, oké, dit heb ik nog nooit in een fucking RPG gehad. Dat er een scène zit waarin iedereen begint te zingen, zeg maar. Ik vond dat echt een heel mooi. In het echte leven heb ik dat ook nog nooit meegemaakt. Helaas dat niet. Heel graag. Nou ja, ergens weet ik van, ja, misschien heb je nog nooit op straat gedaan. Op een gegeven moment iemand, en of erbij, de straatmuzikant. Ja, je hebt het over flashmobs. Ja, maar die zijn dan gepland. Maar gewoon spontaan. Hier, de lyrics staan erbij, joh. Misschien maar het is ook een beetje zoetsappig. Maar dit was ook zo'n ding van, oké. Niet zoetsappig. Misschien kunnen bij de barbecue wel een kumbaya erin hangen met z'n allen. Nee, maar wij zijn niet mensen die soort van met elkaar gaan dingen. Ik begin dingen wel. Hierop. Ja, je begint wel. Dan ben je als enige ook, blijf je. Maar nee, dit was... Even een... Ik ben wel blij dat die erin kwam, ja. Ja. Ja, en volgens mij is dit het ook, hoor. Dan ga je gewoon verder met de game. Of in ieder geval. Nou, hier. Cutscene erbij. Ja, dat was letterlijk een van de weinige momenten dat ik dus dacht van, dit is volgens mij origineel geschreven voor de dings. En dat vind ik zo cool. Dat het gewoon een Lord of the Rings momentje was in al een hele vette RPG. Die zal me altijd bijblijven, ja. Oké. Nog twee. In mijn geval. Mafia 2. De hele soundtrack vind ik best wel vet. Maar waarom ik me herinnerde, was eigenlijk het begin. Volgens mij speel je eerst nog een tutorial dat je aan het vechten bent in de Tweede Wereldoorlog. En dat je weet hoe die game een beetje werkt. Maar dan op een gegeven moment kom je aan in die stad. En dan staat Let It Snow op. En dat geeft zo de vibe van die wereld, ja. En de 40s. En, ik wou net zeggen, ook de tijd. Ja, ja, dus ik vind het een briljante game en een briljante scène. En ook een... Ja, maar... briljante soundtrack. Er zitten meer van dit soort nummers in. Wederom dus de Rockstars zusje 2K van Take Two. Of ik denk dat deze nog toe Take Two zelf nee, dit was gedaan. Nog 2K wel. Oh, ik heb de special edition hiervan en ik heb heel mijn leven gedacht dat er een LP plaatje bij zat. Maar het is een CD waar wel de groeven van een LP plaat ja, in zitten. Vet. Maar dat is dit, namelijk feit dat inderdaad die daar gewoon... bij zit. Zegt, maar goed, ja. die muziek, het is gewoon hele sicke jazz zit er door die muziek heen. En het is gewoon echt goede jazzy platen die ze daar samen hebben bedacht voor deze game. Dus ja, zeker. Ik kan me ook nog een montage herinneren dat ze, weet ik veel, weer hoger in de rang komen of zo. En er zit ook zo'n heerlijk lekker muziekje onder wat totaal niet past bij het feit dat ze iedereen aan het doodschieten en aan het roven zijn. Ja, en dat is zo goed gedaan. Ja. Ik vind die koffer al vet. Het is gewoon, die koffer zegt al... Het is de jaren 40, maar deze muziek die maakt dat helemaal af. En het, dit stukje kan ook bijna in Fallout. Dat is ook, dit is een beetje hetzelfde als wat jij met je paard had, voor mijn gevoel. Ondanks dat je hier nog niet eens die hele game hebt gespeeld. Maar je voelt al meteen wat er gebeurt en wie je bent. Vet settings maken, context creëren. Ja.
Wat wilde je zeggen, Carl? Ja, ik had dat ik die er niet bij had gezet nog. Maar ja, ook omdat het niet een hele gruwelijke game is of zo. Maar ja, gisteren speelde ik niet Call of Duty. Ik heb het niet over deze. Oh, sorry. Deze heb ik niet gespeeld, dus hier kan ik niet over mee praten. Maar gisteren had ik ook dat even momentje. Want ik had Call of Duty Cold War had ik uitgespeeld. Gewoon in één ruk. Maar dan heb je ook even één momentje dat je in die chopper stapt in Vietnam. En je hoort Steppenwolf met Magic Carpet Ride. Welke was dat? Cold War. En dat is de tweede missie na Amsterdam. Oh, dat is een tijdje terug. Ja. Oh, dat klopt inderdaad, ja. Ja. Oh, super vet. Ja, nee, maar daarom. De vette muziek maakt ook een vettere scène in Vietnam, een game. Vietnam is natuurlijk altijd goede muziek. Fucking bruut. Ja. Nee, dat... nee ja, 100%. Ook weird, ja. Altijd met de oorlog. Hoeveel heb jij er nog? Twee ook. Nou, dus, pak er nog eentje. Ik heb nog één. Deze kan uiteraard niet ontbreken. Oh nee, sorry. Ik had er drie. Martin O'Donnell met de main theme van Halo. Ja. Tuurlijk Halo, weet je. Ik denk dat hij... toch wel een ballsy move heeft gemaakt. We weten misschien wel allemaal hoe het tot stand is gekomen. Bungie had echt snel muziek nodig. En hij heeft snel wat verzonnen met een core en Halo. Wat had ook geen idee wat het precies was. Halo, ja. En weet je, spot on. Die hele game was vet. En we kennen natuurlijk dat... pa-pa-pa-pa. En hier hoor je de drums al erin komen, weet je wel. Is het begin van de game ook? Nee, dit is de laatste missie. Oh, okay, dit is zo. Een soort van... bijna traditie in Halo, game, in Halo Games... De laatste missie is altijd een soort van Warthog run, waarbij je de Halo, waar je natuurlijk de hele game hebt afgespeeld, achter je laat om te ontsnappen. Want uiteraard steek je die Halo in de fik en ga je er vandoor. En dan hoor je die, weet je, dan zit je in die Warthog die als synoniem stond aan een Halo gameplay, want dat was daarvoor nog niet echt natuurlijk. En weet je, je hoort weet je, die violen en de drums. Ja. Nee, maar kijk, en dit is precies het voorbeeld van een, ik weet niet hoe renowned deze componist was, maar hij slaat een home run. Ja. Weet je, dat is gewoon... Maar niemand had het gemaakt voor een space shooter, hè? Nee, niemand. Nee, ook dat niet, nee. Nee, dat is wat het zo vet maakt. Dus deze guy... Ja, het is insane. Maar dat is waarschijnlijk omdat hij alleen... Hij moest werken met het woord Halo. Ja, maar zo gaat het. We hebben een presentatie morgen voor Apple... En we hebben je nodig. Ja. Weet je, we hebben iets nodig. En hij heeft in een halve dag heeft hij het gecomponeerd en opgenomen. Ja, fuck it. Dat bedoel ik. Dat is insane. Dat is briljant, letterlijk, ja. Inderdaad. En dan kan je, weet je, dan heb je... Want ze hebben natuurlijk niet gevraagd toen John Williams... Hey, John, heb je tijd? Daar had ze ook geen geld voor. Nee, maar daarom. Ze hebben een fucking guy die letterlijk vanavond iets af kon hebben. Ja. Hebben ze en dat is dus precies wat ik bedoel. Vaak heb je daarom... Vijftientjes. Oh, maar dat was precies wat ik bedoel. Het hoeft niet duur te zijn om je A-game te hebben. Deze man. Nee, maar hoe groot denk je dat de kans is dat je naar iemand toe gaat op dat moment en dan iemand die precies dit mailt is... Nee, de kans is dus 99% dat het niet zo is. Maar ik wil zeggen, je hebt 100% gelijk. Ja. Dus die 1%, dus daarom het gaat af en toe ook goed. En dan is het inderdaad ook echt heel erg tof. En dan heb je een tof verhaal. Hele goede soundtrack. Want dit is ook gewoon echt een goede soundtrack. Dus deze guy is wel gifted. Ja, absoluut. Ik bedoel, die hele soundtrack is inderdaad vet. Maar gewoon een unieke sound ook voor een science fiction space shooter. En past ook perfect bij zo'n laatste Warthog run waarbij de hele wereld om je heen ontploft. Ja. Dus dat. Deze dan. Ja, gelukkig. Die hoort er ook wel. Dit is natuurlijk wat, als je dan toch het hebt over wat videogaming qua muziek heeft voortgebracht, is dit natuurlijk misschien wel het voorbeeld van wat wij hebben. In de moderne gamer wereld, hebben. Ja. Ja, maar daarom dus ook in de niet-moderne wereld was gaming nog niet zo groot. Dus dan had het ook minder impact. Ja, true. Weet je, nu is het super mainstream. Dus dan heeft misschien kende games mainstream dit nummer zelfs wel. Maar iedereen kent het wel. Toch hebben we nog weinig wat veel film soundtracks hebben. Dat, weet je wel, James Bond, dat Billie Eilish nummer inzingt of zo. Dat heb je weinig. Ja, bij de James Bond games had je dat af en toe. Maar je hebt dat weinig bij gaming dat er zulke soundtracks voor worden gemaakt. Nou ja, misschien dus net hadden we de Rockstar, de D'Angelo. En, ja. Dus we hadden er volgens mij nog net eentje. Maar inderdaad, dat moet ook nog op een punt komen. Misschien is Rockstar wel de eerste die dat doet voor GTA 6. Want... Sowieso moet er voor... We hebben natuurlijk Red Dead nu genoemd, maar GTA, ja, maar, de radio station. Dat is maar één. Oh, sorry. Ja. Hij kaapt hem even. Sorry. Hij kaapt hem even van me. Nee, natuurlijk, die heb ik op mijn nummer 1 staan. Gooi maar erin. Super logisch ook. Inderdaad, de GTA radio stationen. Maar van elke. En het leuke is, ik wil eigenlijk dan horen... Bula Matahari, Taxi Drivers. Ja, die kennen jullie niet. Dat is namelijk... Waarschijnlijk wel van horen. Weet ik, het is GTA 2 namelijk. Oh, toen deden ze al vette shit. Toen hadden ze al radio stations.
En toen hoorde ik wederom, oké, aan mijn punk. Weet je, dat was gewoon... Want dit is, hè, als je, stel je, er zijn natuurlijk heel veel vibes waarin je lekker in GTA in werelden rondrijdt. Soms is het cruisen. Nee, maar als je dus voor het eerst vrij harde muziek hoort... En dit valt eigenlijk nu alweer op mee, nu ik het hoor. Maar, en gewoon over mensen heen... Ik moet zeggen, ik heb echt nooit wat gehad met GTA 1 en 2. Ik weet, mijn hele school was er lijp van. Ja. Iedereen was gestoord en niet weg te slaan bij de PlayStation. Zo vet vonden ze het. Ik vond er echt helemaal niks aan. Maar ik had wel altijd, die game ken je misschien ook nog wel, Driver. Ja. Dat Driver, en dat was in de hills van San Francisco. Super vette muscle car. Ja, ja. En ik had altijd zo van, als ze een GTA kunnen maken, met de graphics van Driver... Ja, en eruit kan. Ja, kan en uit. PlayStation 2 kregen we dat gewoon, jongen. Ja, en vanaf dat moment, GTA 3, toen was ik goed. Ja, nee, maar dus vanaf 2 hadden ze al radio stations en al een goede selectie aan muziek. En ik denk dat de highlight wel San Andreas is geweest. Want die compilatie van nummers is gewoon echt heel erg goed. Ongeacht het genre, weet je. Ik denk dat iedereen... Elke hoor. Ja, ook vet. En GTA 5 was ook heel goed. Maar dan zie je alweer. 4 ook. Ja, dat het, omdat het ietsje minder een tijdbeeld is. Zullen we 3 dan ook nog even noemen? Ja, 3 heb ik. Sta me niet zelf van voorbij. Het is Game FM. Ja, dat waren een beetje rare nummertjes ook af en toe tussendoor. Weet je wel, Royce da 5'9 zat er ook wel in. Maar helemaal van die hele rauwe hip-hop zat er ook wel in hoor. Ja, nee, maar dat zit natuurlijk in. Daarom, ze pakken altijd een soort van goede. Het zijn niet de meest standaard hits van het genre. De genres die mensen af en toe ook best wel leuk. En ja, ze pakken alsnog wel nog gewoon... net genoeg herkenbaar. Wat een goede DJ eigenlijk ook. Precies doet. Dat. Later, wat een goede DJ. Denkt, dit ken ik, dus ik vind het leuk. Dan af en toe toch even dat hitje, zodat je blijft staan. Ja. Ook introduceren. En ook af en toe introduceren aan iets nieuws. Ja, inderdaad. En het is natuurlijk, weet ik, er nog een paar nummers van de dingen gewoon throughout the years mee. Maar dat maakt in principe ook niet uit. Maar het is gewoon, weet je, al die nummers die... En dat is zo briljant dat het ook natuurlijk radio stations zijn. Het is nooit evenaard ook. Nee, daarom. En als ik in mijn Impala wil gaan zitten cruisen en met hiphop op, dan kan dat. En wanneer je weet ook van met je hot rod punk op wil zetten, dan kan dat. En door de stad reizen. Dus voor ieder wat wils. En dat zit natuurlijk ook in het gameprincipe. Ja, bijvoorbeeld. Chang Wang of wat dan ook. Ja, er zitten zoveel. Al die nummers zijn bijna vet. En dat is gewoon briljant. Want heel veel van die muziek, dat het misschien zelfs wel van, oh wacht. Ik vind funk dus toch best wel tof af en toe. Terwijl ik het idee had dat ik het echt kut vond. En door die game had ik zoiets van, nou, soms kan ik dat best wel luisteren. En nu luister ik het bijvoorbeeld ook. Dus, nee, ik snap het helemaal. Dat is GTA, dus ook credit. Oké. Mijn allerlaatste heeft te maken met het feit dat dit een van de weinige soundtracks is die mij hetzelfde gevoel geven als dat een filmscore dat zo kan doen. En zoals de GTA Radio Stations. Ja, Flashing Lights van Kanye West, GTA 4. Nee, Uncharted. Dat heeft voor mij hetzelfde gevoel als ik dat nummer hoor. Hetzelfde. Ja, dit geeft mij hetzelfde gevoel als de Raiders team. Dan denk ik, het avontuur gaat beginnen. Daar gaan we. Let's go. Ik vind het niet niveau Raiders, maar wel die vibe. Wel echt een gevoel. Het is niet de Raiders team, maar het heeft wel... Weet je, als je dit hoort, denk je wel... Ik heb ook meteen... Ik heb gelijk positieve gevoelens hierbij. Uncharted 1 bij me, die jungle en die submarine. Dit is volgens mij... Omdat die soort van weer valt. Nee, maar dit is voor mij avontuur. En ik hou van avontuur, daar hou ik van in films. Daar hou ik van soms in het echt. Of wij alle drie, en hoor. En ook in gaming. En ik vind het gewoon... Het is ook herkenbaar. Dit is Uncharted. En dat doet een goede soundtrack volgens mij. Het voelde echt als een film soundtrack. Ja. Ja. En dit geeft je zin om met Nathan Drake op avontuur te gaan. Mij in ieder geval. Ik heb letterlijk nu zin om die game te spelen. Same, ik ben bezig met Uncharted 4, dus... Kan gewoon. Vet. Lekker met kratjes heen en weer rollen. Zin in. Ja, en in een auto, terwijl het helemaal niet uitmaakt of je links of rechts gaat. Die game speelt zichzelf. Soms. Nah. Je kan niet links of rechts. Je kan alleen maar rechtdoor. Nou, dat bedoel ik. Die game speelt zichzelf, ja. Nee, vet. De toffe soundtrack inderdaad. Maar dat is inderdaad een positieve associatie. Nee, ik vind het ook goede muziek. Ja? Ja. Cool. Ik zet het niet op. Dat ook weer niet. Bedoel ik. Maar ja, ik ben wel. Nu ik het hoorde, dacht ik wel. Ik heb regelmatig deze nummertjes op, hoor. Ja. Niet allemaal, maar... Al die hele campy van de Final Fantasy. Die zet ik op, hoor. Die Dragon Song, 100%. Maar de Halo theme dan weer niet. Nee. Die kan ik echt alleen met gameplay kan ik die waarderen.
Ja. Dus ja, zo verschilt het een beetje. Ja. Nog eentje van Nobuo Matsu. Sorry als ik je naam butcher. Je luistert toch niet, dus maakt niet uit. Final Fantasy 7. En ik ben bang dat ik het verkeerde YouTube-linkje erin heb gezet. Kunnen we luisteren? Ja. Ah, oh, nee, ik heb de goede erin gezet. Oh, je hebt de oude te pakken. Ja, ja, ja. Want je hebt natuurlijk ook een nieuwe mix hiervan in Final Fantasy 7 Remake. Maar ik weet van nog... Van deze, met de chiptunes, of heeft hij dit dus orchestraal nagedaan? Ja, ja, precies. En dat klinkt ook amazing. Ja, maar precies. Ik bedoel, ja, we kunnen ons allemaal wel wat erbij voorstellen. Maar voor mij, dit was de ultieme Final Fantasy muziek. Want dit was voor mij namelijk de allereerste keer dat ik in aanraking kwam ook met de franchise. Mm. Ik heb nooit de Super Nintendo versies gespeeld of de Nintendo 8-bit versies. Victory Fanfare erbij, hoppakee. Lijp. Ja, weet je, al die fucking soundtracks van Final Fantasy zijn zo geniaal. En ook, weet je, die Victory Fanfare en al die dingen, die zitten ook al in voorgaande games. En toch altijd met een leuke twist erop of zo. Voor mij is dit ultieme. En ik dacht heel even dat ik de remake versie erin had staan. Wat? Dat die er ook bij zat. Huh? Ik had echt niet verwacht dat dat iets is waar je op kon staan. Nee, zeker. Nee, maar daar moest je maar gewoon achter kopen. Want nogmaals, we zitten hier op een 55 inch tv 4K. Zitten deze shit te kijken. Ja, ja, ja. Maar ik had het vroeger op mijn beeldbuis van 31 centimeter met een VGA of een SCART-kabel aangesloten. Maar ik zou ook heel eerlijk vertellen, de muziek greep me meteen. De game niet. Echt totaal niet zelfs. Want ik was er te jong voor. Ja, ik was er echt veel te jong voor. En pas later, ik denk Final Fantasy 8, maar pas echt 9 ben ik echt betoverd door Final Fantasy. Maar dit was eigenlijk voor mij het officiële startschot. Want iedereen liet te horen over dat Final Fantasy 7 de beste game aller tijden was. En het deed helemaal niks voor me. Behalve de muziek. Ja. Vet. Want ik vond ook de graphics trouwens. In ditzelfde rijtje, ik heb aan Pokémon Blue gedacht ook al. Die heeft ook heeft de hele geluidjes en muziekjes. Ik had die bijna erin gezet, de Pokémon theme. Die is ook echt heel sick voor die game. Maar ja, dit is Final Fantasy 7. Dan gaan we volgens mij naar de laatste inderdaad. Nee, de laatste ik inderdaad. Ik heb er geen meer. Nee, ik ook niet. Okay. Dit is gecombineerd door Bobby Prince. En ik denk dat we allemaal dit nummer wel kennen. En ik denk dat het precies de vibe van de game wel weer geeft. Niet te verwarren met gewoon Prins. Komt-ie. Dit was fucking sick. Echt. Moment, je begint leveltje 1. Oh, deze. Ja, deze is sick. Dit is natuurlijk gewoon Metallica. Master of Puppets. Maar ja. Weet je, hier... Weet je, ik heb niks met metal of whatever. En misschien zelfs niet eens met de fucking Space Marine of Mars op die leeftijd. Maar alleen al, dit is hoe de game begint. Weet je, zoveel energie en vibe met dit nummer. Ja, iedereen. Nou, wat wil je nog meer? Dus ik had dit als laatste. Ik dacht, het beste voor de laatste bewaren misschien wel. En ik moet je ook heel eerlijk bekennen, Mick Gordon... dat is de composer van de nieuwe Doom, de reboot, om het zo maar te noemen. Die heeft ook een versie van At Doom's Gate, want zo heet het nummer, At Doom's Gate. En die is eigenlijk ook wel heel bruut, hoor. Ja? Dat is, hij heeft dat weer op een hele weirde manier heeft hij dat gecomponeerd, toch? Want hij heeft het niet met gitaren en niks gedaan. Hij heeft het met synth-achtig iets, inderdaad. Heeft hij iets industrials probeert te doen. Ja, en het is hem gelukt, want die soundtrack sowieso klinkt ook amazing. Maar ook zijn versie van Doom's Gate is fantastisch. En weet je, deze muziek in combinatie met de shotgun en die... fucking amazing. Ja. At Doom's Gate. Nou... Dan waren dat onze favoriete momenten in gaming. Die gaan eigenlijk, die draaien pure muziek. Ja, ik vond het een leuk item. Ik vond het ook een leuk item. Een leuk item. En dan, we kunnen hier er echt goed 20 van maken. Goed item ook. Zeker, we kunnen hier echt makkelijk inderdaad soort van... Ik vond jou heel goed, maar ik vond jou ook heel goed. Ik vond jou ook heel goed. Ja, ik weet het. Ik vond jou ook heel aardig. Maar we kunnen daar inderdaad 1000 item. Volgens mij, misschien zijn er ook wel andere Gamekings die dit nog in een ander item gaan doen. Maar dat dacht JJ en Shanna gaan hier nog een staartje aangeven. Ja, en Boris misschien ook wel. Benieuwd. Ik zou helemaal raar maar oprecht, ik zou best wel terug willen komen om een keertje part 2 te doen. Want ik heb echt zoveel moeten wegstrepen. Dan moeten we een naam voor dit item. Warme babbels, welkom. Tot de volgende keer. Doei.